Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie, kijk op www.firstenergygum.com. Intermittent fasting, oftewel tijdsgebonden vasten, is een strategie gebaseerd op het anders indelen van eten op de dag of week. Een langere tijd dan normaal niet eten hoort daarbij. Wat dit kan doen voor je lichaam, geest en hoe je zo meer grip krijgt op je gezondheid, hoor je van Dr. Ludidi. Hij geeft tips, tricks en hij vertelt precies wat jij kan doen om dit toe te passen. Luister naar en leer van Samefco Ludidi. Samefco Ludidi, bedankt dat je er bent. Deze podcast gaat voornamelijk over het onderwerp waar jij jouw boek over hebt geschreven. De vaste methode Intermittent Fasting. Een onderwerp waar ik heel veel vragen over krijg. Waar ik zelf veel vragen over heb. Dus laten we maar meteen gaan schieten. Wat is Intermittent Fasting? Ja, leuk. Superleuk dat ik hier mag zijn, sowieso, Mark. Laat me inderdaad gelijk van start gaan, want er zijn volgens mij genoeg vragen. Intermittent fasting, daarbij eet je voor een bepaalde periode niet. Dat doe je normaal gesproken iedere dag eigenlijk ook. Maar dat doe je, die bepaalde periode, dat is minimaal 14 tot 16 uur per dag. En dat herhaal je. Dus dat wil zeggen dat je minimaal 14 tot 16 uur in de gevaste toestand bent. Om vervolgens weer een periode van 8 tot 10 uur te gaan eten. Om vervolgens weer 14 tot 16 uur te vasten. Eten, vasten, eten, vasten, eten. Het is daarbij dus belangrijk dat die gevaste toestand, die nuchtere toestand, dat dat minimaal 14 à 16 uur is. Dat kan evengoed 20, 24 of 36 uur zijn. Waarom dit belangrijk is en welke strategieën daar gaan we op komen? Ten eerste, waarom interesseert dit jou zo? Je bent voedingswetenschapper. Dr. Ludidi, zeg je overal bij, staat ook in je boek. Waar ligt jouw interesse op dit gebied? Waarom? Ja, ik ben eigenlijk van jongs af aan al hartstikke geïnteresseerd in het menselijk lichaam. Ik heb vroeger op hoog niveau karate gedaan. Altijd op zoek naar manieren waarop ik mijn eigen prestaties kon optimaliseren. En toen ik ging studeren bewegingswetenschappen in eerste instantie, daarna voedingswetenschappen. Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Het is een beetje erin gesneakt. Dan gingen wij, ieder jaar gingen we ook op congres. Althans, dat was niet meer tijdens mijn studietijd, maar daarna, toen ik bij de interne geneeskunde ging werken, bij de maag-darm-leverziekte. Ieder jaar gingen we op congres naar Amerika. En dan was het in Chicago, dan in Miami enzovoort. En mijn collega en ik, wij probeerden zo gunstig mogelijk de vlucht te boeken, dat we budget over hadden. En dan konden we nog een pleziertripje eraan vastplakken. En dan gingen we naar Los Angeles of naar de Bahama's. Strand. Tuurlijk. Altijd strand. En als je op het strand bent, dan wil je natuurlijk goed voor de dag komen, ja? Ja, en een beetje goed eruit zien. Dan voor wil je er ook een beetje goed uitzien. Ik zou liegen als ik niet een tikkeltje ijdel zou zijn. Enfin, en de eerste jaar, ik denk de eerste 2 jaar, bereid ik me voor aan de hand van een laag koolhydraten dieet. Mm-hmm. En je zag dan dat je gewoon optisch, ja, dat droogde allemaal in. Hè. Het zag er strakker uit. De sixpack was gewoon goed zichtbaar. Zo mag je het ook zeggen. Maar ik merkte na verloop van tijd dat het best wel lastig was om dat het hele jaar door vast te houden. Omdat er best wel veel restricties zijn in wat je mag eten. En ik denk, we schrijven 2012 ongeveer. Toen leerde ik intermittent fasting kennen via het internet. En dat was een beetje een dodgy website. En ik ben er toen over gaan nadenken. En ik dacht, van eigenlijk klinkt het heel logisch. Ja, als je voor een langere periode dan 12 uur nuchter bent. Dus dan gaan we richting die 14, 16 uur. Dan maakt je lichaam die metabole verandering, waardoor het lichaam meer vet gaat verbranden dan suikers. Als je meer vet gaat verbranden, lichaams eigen vet na verloop van tijd, dan droog je natuurlijk ook in. Dan wordt die sixpack op den duur ook beter zichtbaar. Zeker als je het in combinatie met trainen doet. Mm-hmm. Dat deden wij en ik heb dat toen gewoon een keer getest en dat bleek supergoed uit te pakken.
Waarom was het makkelijker vol te houden? Of wat, omdat, wat je aangaf? Ja, het was makkelijker vol te houden omdat er veel vrijheid was in wat je kon eten. Je hoefde niet per se op een laag koolhydraten dieet te gaan om toch in die vetverbrandingszone te kunnen geraken. Dus eigenlijk zeg je, je hoeft minder te letten op wat je at als je maar aan die tijdsrestrictie hield. Precies, want juist die langdurige nuchtere periode zorgde ervoor dat je vetverbranding op een gegeven moment overhand nam. Want je lichaams eigen glucose daalde. Waarom? Toen, hoe, ja, hoe maak je vrouw ja, af? Ja, ik maak maar, vrouw ja, even zeker. Af. Ik heb toen op dat moment aan den lijve de voordelen mogen ondervinden. Ik ondervond ook dat niet alleen het esthetische beeld verbeterde in mijn optiek, maar dat ik ook gewoon prima kon presteren, ook hoog intensief kon presteren, terwijl ik langdurig in de nuchtere toestand was. En dat was het moment dat ik naar mijn collega's ging bij de humane biologie om te vragen of we daar niet eens een keer onderzoek naar zouden kunnen doen in relatie tot preventie van diabetes wel wat aandoen. Nou, dat werd weggewuifd. Ik schrijf 2012 nogmaals. En dan zie je nu, jaren later, dat daar gelukkig wel ook meer en meer onderzoek naar uitgaat. Ik ben tussen 2012 en nu altijd daarmee bezig gebleven. Ik heb dat ook getest bij cliënten van mij. En ja, wat ik zeg, inmiddels is er veel meer ook vanuit de wetenschappelijke invalshoek bekend hierover. En dat gaf voor mij de aanleiding om het boek ook te schrijven. Ja, het boek komt op een hele goede timing, hè? Uit Amerika. Ik volg ook de blogs, de podcasts. Het is natuurlijk al een item, misschien al een 2-3 jaar denk ik echt. En het begint in Nederland ook echt aan te zwengelen nu. Ook dankzij een boek, denk ik. Kun jij in het, je hebt het over waarom je het hebt gedaan. Kun jij in het kort uitleggen hoe dat precies dan werkt? Wat is het voordeel van een langere tijd niet eten? Hoe zit dat? Ja, we moeten dat allemaal niet te moeilijk maken. Ik denk dat het vooral belangrijk is om gewoon heel simplistisch te denken. Ja. Als zeg maar model voor hoe het lichaam werkt. In deze maatschappij waarin wij leven, in het Westen, daarin loopt ons machine, ons lichaam hoofdzakelijk op koolhydraatverbranding. Dus doordat we wat wij eten, dat zijn hoofdzakelijk koolhydraten, daar halen wij onze energie uit. En onze energiefabriekjes, de mitochondriën, die zijn ingesteld op het verbranden van koolhydraten om onze arbeid te kunnen verrichten. Als je langdurig niet eet, dan raken die koolhydraatreserves in het lichaam, die raken uitgeput. Want we hebben maar een beperkte hoeveelheid koolhydraten in het lichaam die we kunnen opslaan. Ja. Vet daarentegen kunnen we oneindig opslaan. Dus als die koolhydraten dalen, dan moet iets het gaan overnemen. Want je kunt, het is niet zo dat je dan geen verbranding meer hebt als je geen koolhydraten meer kunt gebruiken. Dus dan nemen de vetten, die nemen het over. Dus de lichaams eigen vetten, die worden na ongeveer 12 uur voor het eerst aangesproken in dermate aangesproken dat het de overhand neemt. Dus dat is eigenlijk de theorie van het minimaal 12 uur. Precies. Dan heb je het over 12 uur geen suikers, niks eten. Zodat je lichaam de reserves van koolhydraten heeft opgesoupleerd. En eigenlijk over gaat schakelen op vet als belangrijkste brandstof. Heel goed. Maar nu, wat gebeurt normaal? Dan eet jij om 7 uur, 8 uur 's avonds voor het laatst. 12 uur later, 7 uur 's ochtends. Net op het moment dat die stofwisselingsverandering, die metabolic switch begint op te treden. Dan eet je je ontbijt weer. Dus je beperkt je eigen lichaam van het feit dat het op dat moment meer vetten kan gaan verbranden als energiebron door weer te eten. Juist. Ja, eigenlijk je geeft je lichaam nooit de kans om die vetten te gebruiken als brandstof. Als je dat nou verlengt met 4 of 5 uur tot ongeveer 12 uur 's middags, dan heb je dus een window van 4 of 5 uur waarbinnen je vetverbranding langer verhoogd is ten opzichte van de normale omstandigheid. En dat is eigenlijk hoe het werkt. Wat gebeurt dan? Je moet denken, de eerste 2 weken is het best wel lastig om... niet per se lastig, maar de eerste twee weken... Je lichaam heeft tijd nodig, laat ik het zo zeggen. Je lichaam heeft tijd nodig om die metabolic switch te maken. Ja. In het begin kan je lichaam niet goed uit vet die energie vrijmaken. En dan hapert het systeem. Wat gebeurt er dan met je lichaam? Hoofdpijn. Dan word je misschien wat moeer. En ik adviseer daarom ook iedereen die wil starten met vasten, om dat in het begin om het sporten bijvoorbeeld om een lager pitje te houden. Misschien op je werk eerder naar huis te gaan en voldoende water te blijven drinken. Oké, dit is een belangrijk punt. Want ik zal je kort mijn ervaring vertellen. Ik heb het 2 weken geprobeerd en dan echt om 12 uur eten. 12 window van 8 uur. Dus 12 uur 's middags, 8 uur 's avonds. En dat probeerde ik ook naar 6 uur 's avonds te trekken. Dus een window van 6 uur. En ik train graag. Ik train liefst iedere dag. Ik werd in die 2 weken... Ik heb het niet langer dan 2 weken volgehouden. Omdat ik inderdaad een beetje chagrijnig werd. Vermoeider werd. Trainen ging niet zo lekker.
Dan heb je eigenlijk twee cruciale fouten gemaakt. Ja? Je bent te vroeg gestopt met vasten. En je hebt niet gerespecteerd dat je lichaam die verandering door moet maken. Want die energiefabriekjes die zijn ingesteld op koolhydraatverbranding. En het duurt 2 weken ongeveer voordat die instelling veranderd is naar vetverbranding. Mm. Duurt ongeveer 2 weken voordat je energiefabriekjes, je mitochondria, je kent de term. Jazeker, die ook de zuurstoffabriekjes in je lichaam, precies, in de cellen. Voordat die ook vet kunnen verbranden überhaupt. Dus er worden meer mitochondria aangemaakt en de instelling verandert. Duurt 2 weken. 2 weken, ja, dat is precies dus het moment waarop denk van... Ja. En dat betekent dus ook, ga 2 weken lang eigenlijk even met respect om met je lijf. Ja. Respecteer die extra belastingen. Doe een tandje terug. Dat vind ik lastig, moet ik zeggen. Maar ik zal het altijd... anekdote tussendoor. De eerste ontdekkingsreizigers, althans de 19e eeuwse ontdekkingsreizigers die naar Groenland gingen, die rapporteerden ook in hun reisverslagen dat ze de eerste 2 weken superveel last van vermoeidheid, hoofdpijn hadden enzovoorts. En ze weten dat aan het dieet. Walvisblubber, vis, rendierenvlees. Eiwitten, vet. Precies. Ze moesten 50 kilometer per dag te voet en met de hond afleggen. En dat vonden ze super zwaar enzovoorts. En ze schreven letterlijk, ik beschrijf het ook in mijn boek, na 2 weken, alsof er magie had plaatsgevonden en was het geen enkel probleem meer om die afstand iedere dag af te leggen. Alsof hun lichaam een transformatie had door. Maar hoe, jij zegt, mooi verhaal trouwens, maar jij zegt, je moet het kunnen volhouden. Ik had het na 2 weken al zwaar. Volgens mij heb ik ook gelezen, je wil het niet echt een dieet noemen. Het staat ook de vaste methode. Dat is natuurlijk een hele zwangel rond diëten. Dat ga je een paar weken doen en dan val je af. En daarna schakel je weer over en wordt het misschien nog wel erger. Ga je jojoen, wil je niet. Dus hoe hou je dit dan? Is dit een systematiek van voeding die je hele leven zou moeten en kunnen volhouden? Ja, dat is een hele goeie. Het korte antwoord is nee. Maar geef me even de tijd om hier op in te gaan. Nee, kijk, in de natuur, wat je met vasten eigenlijk doet, is je simuleert als het ware de mechanismen, die biologisch evolutionaire mechanismen die optreden ten tijde van voedselschaarste. Dat is wat je simuleert. In deze tijd is eten continu en overal aanwezig. Vroeger was dat wel anders. Perioden van overvloed wisselden zich af met schaarste. Dat ging cyclisch. We kennen geen schaarste. Dus door te vasten kun je op een kunstmatige manier diezelfde mechanismen simuleren. Dat betekent, als je het zo bekijkt, simplistisch vanuit evolutionair oogpunt bekijkt, dat je dus ook niet continu moet vasten, maar dat je cyclisch moet vasten. Zeker in het jaar bijvoorbeeld. 6 tot 8 weken. En dan een leven lang. Daarmee kun je je gezondheid binnen een bepaalde bandbreedte reguleren. Er zijn mensen die het gewoon een hele leven lang, die starten met vasten en zeggen, ik wil niet meer anders. Dat is, aan de ene kant is dat niet natuurlijk, vanwege het verhaal wat ik je net uitlegde. En aan de andere kant is het ook helemaal niet praktisch. Want je wil ook gewoon gezellig eens een keer kunnen ontbijten met je vrouw. Of kunnen kerstvieren. Precies. Vakantie gaan. Dus ik denk dat je moet het ook vanuit een praktisch oogpunt bekijken. 6 tot 8 weken, dat is echt wel goed te doen. 2 keer in het jaar, maar het hele jaar hoeft helemaal niet. Want ik heb met voedingswetenschappers praat ik veel, ook voor First Energy Gum, voor mijn bedrijf, maar ook gewoon uit persoonlijk interesse. Ik heb Hanno Pijl op een podcast gehad als gast. Aske Jeukendrup, voedingswetenschapper, Hanno Pijl, internist. Aske Jeukendrup zegt eigenlijk vanuit de sportvoedingswetenschap, ja, ook intermittent fasting, het gaat erom dat je gewoon simpelweg calorierestrictie toepast voor een lange tijd wat je vol kan houden. Dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. En misschien is het makkelijker te doen als je het via een intermittent fasted manier doet. Maar in principe maakt het niet uit. Ja, ik denk dat er 2 kanten in het verhaal zitten. Aan de ene kant het verhaal dat... misschien is het een psychologisch verhaal, misschien een fysiologisch verhaal. Dat vind ik lastig te zeggen. Maar mensen vinden het vaak lastiger om 4 keer per dag een klein beetje te eten dan bij zo'n spreken 16 of 20 uur niks en dan gewoon te mogen eten. Dus dat is denk ik 1 kant van het verhaal. Als we het hebben over calorierestrictie. Ja. De andere kant van het verhaal is dat er onderzoeken zijn die laten zien dat wanneer mensen binnen de feeding window, dus tijdsbestek dat je mag eten, als die hetzelfde eten binnen het feeding window, en dat is mijn advies ook altijd naar al mijn cliënten, dat er toch metabole veranderingen plaatsvinden, waardoor je dus je voordeel kunt doen uit vasten. En er zijn heel veel verschillende methoden van intermittent fasting. En bij sommige methoden, kijk, als jij 2 dagen achter elkaar niet eet, dan is het heel lastig om in de navolgende dagen die 4000 kilocalorieën erbij te eten. Mm-hmm.
En je zult zien dat je de eerste dag daarna misschien iets meer dan normaal zult gaan eten. Maar dag 4, 5, 6 en 7 normaliseert dat weer. En dan creëer je inderdaad, naast het timing effect, creëer je ook een effect door calorieëntekort. Maar als je dat vergelijkt met de 16-8 methode, dan is het heel goed te doen om binnen die 8 uur dat je mag eten, gewoon alles wat je op een normale dag eet, binnen die 8 uur te eten. En dan is het dus echt een effect van het vast aan zich. En het metabole effect wat je beschrijft, dat is dan het effect dat die vetverbranding op gaat treden? Precies, dat heeft puur te maken met het effect dat je dus minimaal 14 tot 16 uur nuchter bent en dat je dus profiteert van een verhoogde vetverbranding. Ja. En dat het is een andere kijk van naar de een andere manier van naar de realiteit kijken. Ik geloof zelf niet in calorieën, want calorieën tellen en het achterwege laten van calorieën heeft ons tot nu toe niet gezonder gemaakt, niet slanker gemaakt sinds de intrede van de kilocalorie. Eten is meer dan calorieën, eten is meer dan nutriënten. Hè. Ik probeer meer uit te zoomen naar het grotere geheel te kijken. Ja. En dit is dus een ander model van de realiteit. Hanno Pijl zegt, dat is een internist, weet heel veel van dat metabolisme. Wat hij zelf toepast, vond ik wel grappig, voordat we overigens de strategieën die jij ook in je boek beschrijft gaan bespreken, als handvat voor mensen. Dus blijf luisteren, let op, die komen eraan. Hanno zegt, wat hij toepast, 5-6 weken gewoon normaal eten en 5 dagen midweeks eet hij niet. Dus hij vast 5 dagen en dan alleen 's avonds eet hij een hele kleine maaltijd met groenten. In die 5 dagen doet hij samen overigens met zijn vrouw, makkelijker vol te houden. En hij zegt, het effect wat er optreedt is een soort cel regeneratief proces wat je dan aanzet, wat dan het belang is van dat vasten. Ja. Hoe klinkt die strategie jou in de oren? Ja, dat is natuurlijk ook van evolutionair perspectief weer logisch te verklaren. Het is een van de vele voordelen van vasten, zou je kunnen zeggen. Je moet het eigenlijk zo zien. Je lichaam, op het moment dat je zo lang niet eet, langer dan 24 uur, wordt normaal als een richtlijn aangeschreven om dit mechanisme, wat we autofagie noemen, om dat te kunnen realiseren. Dan denkt je lichaam als het ware, wow, er komt best wel lang geen nieuw voedsel binnen. Laten we de celdeling maar eens even terugschroeven. Celdeling vindt normaal plaats als celletjes beschadigd zijn. Dan worden er gewoon nieuwe voor in de plaats gemaakt en de beschadigde cellen die worden opgeruimd. Celdeling kan maar een beperkt aantal keren plaatsvinden. Er zit een limiet op. En bij elke celdeling ontstaat er een risico dat er verkeerde cellen gedeeld worden. Dus op het moment dat er langdurig geen eten binnenkomt, dan daalt die celdeling. Want het lichaam denkt, er komt al heel lang niks binnen. Misschien kunnen we zo meteen niet meer blijven delen. Er is geen bouwstof meer. Laten we die beschadigde cellen nu in plaats van ze op te ruimen en opnieuw te gaan delen, laten we ze eens kijken of ze kunnen gaan repareren. Dat is het proces van autofagie. En dat is het proces waarvan men dan ook zegt, vasten heeft een soort van verjongingseffect. Althans, het remt de veroudering. Mm-hmm. Het remt de veroudering. Daarmee word je niet 120 jaar. Maar het is wel een proces dat dus de celdeling in potentie kan remmen en daarmee versneld verouderen van het lichaam kan. Dus dat is ook eigenlijk de evolutionaire verklaring wat vasten zou doen. Maar ja. Jij zegt wel, dan, en dat zegt Hanno ook, die doet het niet voor niks natuurlijk 4-5 dagen lang. Daarvoor heb je dan niet een time-restricted window in een dag. Dan moet je gewoon echt een hele dag niet eten. Zeker. Of misschien wel langer. Zeker. En dat maakt ook evolutionair gezien dat de mens makkelijk 3-5 dagen zonder eten kan. Want er waren ook perioden dat we langdurig zonder eten moesten. En dat zou anders namelijk betekenen dat wij hier niet meer zouden staan. Mm-hmm. Als we dat niet zouden kunnen overleven. Nee. Dus ons lijf heeft slimme manieren ontwikkeld om die periode te kunnen overbruggen. Ja. Okay. Dus hoe gaan we naar die strategieën toe? Dit zou er één kunnen zijn. Welke methodes zou je kunnen toepassen om intermittent fasting te doen? Ja, ik denk voor iedereen die wil starten met vasten is het belangrijk om je van tevoren even de vraag te stellen van wat wil je ermee bereiken? Wil je afvallen? Heel plat. Dan zou een 16-8 variant heel goed zijn, omdat je iedere dag daarmee je vetverbranding ten opzichte van je koolhydraatverbranding verhoogt. Dus dan zou ik voor een 16-8 variant gaan. 16 uur vasten, 8 uur eten. Echt gericht op verbranden, afvallen, ja. Slanker worden. Ja. Op het moment dat jij jouw sportprestaties wilt verbeteren of tijdens inspanning minder afhankelijk wilt zijn van eten, ik denk dat jij dat als de beste weet. Ja. Voordat je de baan op gaat, nog even een banaan of een energiebar nemen. Een gummetje. Een gummetje. Ja, maar hoe is het? Geen suiker. Nee, er zit geen suiker.
voetballers herkennen het vaak ook. En nog even een koolhydraatrijke maaltijd. Voor ja, een aantal uur voor de wedstrijd inderdaad. Precies. Ja. En dan ontstaat er vaak ook nog de vraag, heb ik niet te veel gegeten? Ja. Ga ik geen buikpijn krijgen? Waar ik zelf heel erg op focus bij sporters die ik begeleid is het minder afhankelijk worden van eten tijdens inspanning, zodat je volledig kunt focussen op de inspanning zelf. Als jij weet dat je lijf even goed op vetverbranding gaat, lees lichaams eigen vet, als dat het presteert wanneer het gegeten heeft, dan hoef je niet meer te eten voor inspanning. Dan neem je de maag-darmdruk, die neem je weg als het ware, en dan kun je volledig focussen op de inspanning aan zich. Maar verlies je dan niet de energie die je juist nodig hebt om tekeer te gaan in een training als je echt een hoogintensieve training hebt? Ja, de vraag is of het lichaam niet over voldoende energiereserves bevat. Hmm. Spierglycogeen, dat is aanwezig, ook als je gevast hebt. Maar dat is op na een uurtje. Maar dat is nooit helemaal uitgeput. Dat raakt wel na een uur training, raakt dat wel in vermindering. Maar als je lichaam die metabole adaptatiefase is doorgegaan, dan kan je lichaam dus tegelijkertijd ook vetten aanwenden als energiebron. Hmm. Als je niet metabool geadapteerd bent, dan leun je heel erg op koolhydraatverbranding. Ja. En dan heb je van tevoren eten nodig. Nou, dat is grappig wat je zegt. Sorry dat je onderbreek. Ik heb voor mijn Olympische Spelen, wat bij mij was, heb ik met Jack Ory, natuurlijk ook bewegingswetenschapper, die zit ook in deze materie. We hebben eigenlijk een soort test gedaan. Wat ik heel snel deed, was ik was anaeroob goed. Hè? Dus voor de mensen die luisteren, die niet weten wat dat is eigenlijk de verbranding zonder zuurstof die je doet. Hè? Het is echt heel veel energie haal je eruit. Dat is 50% waar je in 1500 meter op rijdt. Heel hoog energie. Maar dat hou je niet lang vol. En dat doe je voornamelijk op glycogeen, op de suikers die je in je lichaam hebt. En daar was ik goed in. Maar om het vol te houden, moet je natuurlijk ook al andere energiesystemen aanspreken. Je aerobe systeem, wat grotendeels ook vetverbranding is. Dat vetverbrandingssysteem, dat hebben we toch ook wel iets getraind. Dat hebben we niet heel veel gedaan. We deden één keer in de week met fietsen bijvoorbeeld. Om inderdaad zonder eten te fietsen, daarna alleen water te drinken, even rust te nemen, weer terug te fietsen. En aan het einde van zo'n training voelde ik me ook echt leeg waarschijnlijk. Een ietsje leeg met als doel andere energiesystemen makkelijker. Ja, eigenlijk dat energiesysteem te trainen. Op te rekken als het op ware. Te rekken, ja. Zodat je daar meer energie ook uit je inspanning uit kan halen. Ja. Dat had voor mij toch wel gevolg inderdaad. Dat ik, nogmaals, dat deden we 1-2 keer max per week. Dus niet constant. Maar dat had wel als gevolg dat ik mijn vetverbranding beter kon aanspreken. Waardoor uiteindelijk ook mijn anaerobe prestaties beter werden. Ja. Omdat dat ook natuurlijk een groot deel erop is, als het gaat om 1500 meters, 2 minuten. Ja, en in jouw geval wil je natuurlijk ook niet dat een dergelijke aanpak te veel interfereert met de basislijn, want je zit er relatief korte tijd. En als je dan gaat experimenteren, is dat lastig. Hè? Maar ik durf zelfs te zeggen dat, en we zien het ook gewoon met sporters die ik zelf coach, dat ook kortstondige inspanning, dat kan. Mm. In een omgeving die niet per se van tevoren met koolhydraten gevoed is. Oké. Okay. En wat voor strategie pas je dan toe? Nou, dat heeft dan vooral te maken met een aanlooptijd die je dan in acht moet nemen. 1 keer in de week is natuurlijk, dat vergt een hele lange aanlooptijd. Dus op het moment dat jij het kunt permitteren binnen je trainingsprotocol om 8 weken daar bijvoorbeeld mee aan de slag te gaan, dan kun je een opbouwprotocol implementeren waarbij je eerst begint tegen bijvoorbeeld 50% van de duur van je training, 70% van het volume. En dat kun je langzaam richting 100-100 gaan bijstellen. En dan ben je een week of 2-3 verder. Dus je levert eigenlijk 2 of 3 weken lever je even in. Ja. Ten opzichte van je normale trainingsintensiteit. Ja. 50% wat je zegt, 70%. Ongeveer. Ja. Om van daaruit weer bij te pakken op het niveau waar je gebleven bent. En je zult dan zien dat je van daaruit ook de anaerobe trainingsintensiteit gewoon op je normale trainingscapaciteit kunt blijven verrichten. En dan heb je nog steeds over dat 16-8 protocol? Ja. Okay. Dat is daarbij bij uitstek geschikt voor. Dus dan, wat is praktisch dan? Ontbijt je dan om 12 uur 's ochtends? Ja, er zijn heel veel parameters die van invloed zijn op het grotere geheel. Het hangt er vanaf wanneer je normaal gesproken gewend bent om te ontbijten. Maar ook wanneer je gewend bent om te trainen. Als jij altijd in de namiddag traint, dan... En dan kun je ook nog met je vaste tijdsbestek gaan spelen. Niemand zegt dat je in de ochtend moet vasten. Het is makkelijk, want dan neem je de nacht mee. Precies. Maar als je het maximale effect op inspanning wilt hebben, dan wil je eigenlijk nuchter trainen en dat gaan uitbreiden tot in de gevaste toestand. En dan wil je daarna meteen eten eigenlijk? Dat als herstel, toch? Dat kan. Maar goed, je weet ondertussen dat ik Badr bijvoorbeeld coach. Ja, op Badr Hari. Het gebied ook van eten en drinken. En in de Ramadan
toen mocht hij, ja, ik denk 20, 22 uur lang niet eten. Toch door blijven trainen. En hij is uiteindelijk fitter de Ramadan uitgekomen dan dat hij erin ging. En hij was al fit, kan ik je vertellen. Mm. We hebben 's ochtends getraind. Hoe ziet dat? Dus de hele avond met zonsondergang niet meer eten, niks meer doen. Dan de ochtend trainen. En wanneer is dan de eerste en dan moment van voeding? Ja, nou goed, bij de Ramadan is dat natuurlijk als de zon ondergaat. Dus maar ik snap het nog niet. Wanneer, wat zijn dan de perfecte. Wanneer train je met hem en wat waren de eetmomenten? Ja, dus als hij 's ochtends trainde en het was Ramadan, dan mocht hij alleen maar 's avonds. Precies. 'S avonds dus eten. Alleen 's avonds voordat hij naar bed ging. Eén keer per dag. Dus dit zijn modellen die kunnen werken. Maar vergeet niet, je kunt daar niet cold turkey instappen. En ja. Ik ben bijna verbaasd. Topsport zo intensief, kickboksen. Maar er is normaal nooit ruimte voor dit soort experimentele settings, snap je? En je komt er maar op één manier achter, dat is door het te doen. En voor jou is Ramadan eigenlijk de uitgelezen test. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik had natuurlijk al ervaring met moslimcliënten die ook sporten, voordat ik met Badr in contact kwam. Dus dat maakte het voor mij wel makkelijker. En dat maakte ook voor mij dat ik met veel zekerheid deze casus aandurfde te gaan. Maar er kan veel meer dan bedenken dat mogelijk is. Alleen, en dan kom je natuurlijk binnen het wetenschappelijk hokjesdenken. Ja. Er worden in bepaalde settings kaders gesteld. Onder andere bijvoorbeeld dat je koolhydraten nodig hebt om hoogintensief te kunnen presteren. Ja. Want als na mensen, je training meteen, herstel. Ook, maar ook na de training, voor de training. Als voorraad ook, ja. Maar dat komt onder andere natuurlijk ook dat wanneer we mensen met weinig koolhydraten hoogintensief proberen te laten presteren, dat die mensen nog niet geadapteerd zijn. En dan is het logisch dat ze ook niet goed kunnen presteren in zo'n laag koolhydratenomgeving. Het lichaam is de metabolic switch nog niet doorgegaan. En is dit onderzocht al? Ik kan me voorstellen dat dit een onderzoeksvraag is. Die... Dit zijn hele interessante onderzoeksvelden waarbij je dus zeker in acht zou moeten nemen dat je die metabole adaptatiefase van, ja, en naar mijn professionele mening van minimaal 6 tot 8 weken eerst zou moeten doorgaan. 6 tot 8 weken? Ja. Er zit ook nog een psychologisch effect. Hè? Vergis je niet dat als jij gewend bent om, ik weet niet hoe lang jij in de topsportwereld hebt gepresteerd. Tot je 34ste zijn. 15 jaar bijna. Stel, je hebt 10 jaar lang volgens een bepaald protocol getraind en gegeten. En opeens wordt dat omgegooid. Ja, een jaar is heel kort, hè? Ja. En het is best wel een risico als je iets omgooit. En het werkt niet. Ontzettend. Om van daaruit weer... Het is al een risico wat jij net zegt. Hey, we gaan even iets minder trainen een paar weken lang. Ja. Om ons aan te passen. Ja. Dat is al bijna ongehoord. Dus in het topsegment is het heel lastig om dit soort dingen door te voeren. En wat kunnen... Maar zeker ruimte voor onderzoek, als je mij vraagt. Mooi. Los van topsport, wat kan de normale persoon, en dan schaar ik mezelf inmiddels ook onder, die wel wil trainen 4-5 keer in de week, gezond met zijn lichaam bezig wil zijn, het wil kunnen volhouden. Wat kan die het beste doen? Hoe kan die dit toepassen? Ja, dan hangt het weer ervan af of jij, en daar heb ik bijvoorbeeld in het boek een test voor ontwikkeld. Sommige mensen vinden het makkelijker om 2 dagen niet te eten of 2 dagen een kleine maaltijd te eten. Anderen zeggen... Zijn dat 2 aaneengesloten dagen? 2 aaneengesloten dagen en dan 5 dagen normaal eten. Anderen zeggen, laat mij maar liever iedere dag 16 uurtjes vasten. Dan kan ik tenminste iedere dag eten. Ja, ik kan me die redenatie goed voorstellen. Ik heb het zelf ook. Natuurlijk let ik op voeding. Ik wil gezond eten. Ik wil trainen. Maar ik wil ook niet... Ik ben dat topsport met al die kleine dingetjes. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker kunnen eten. Ja. Lekker genieten van mijn leven. Maar ik wil fit zijn. Dus in dat geval is die 16-8 methode heel erg geschikt. Ja. Op het moment dat jij echt de autofagie nastreeft en zeg maar het verbeteren van de gezondheid op de lange termijn, ja, dan doet 16-8 iets. Maar niet genoeg. Maar dan kun je het beter iets extremer aanpakken. Dat is wat eigenlijk Hanno Pijl doet. Hij zei het is niet genoeg om echt dat regeneratieve proces, die autofagie, precies, aan te zetten. Precies, maar om jouw stofwisseling onder controle te krijgen, is die 16-8 variant prima geschikt. Ik zit te denken, ja, ik zie 16-8 lijkt me dan voor nu iets. En dan moet ik dat langer doen dan 2 weken. Maar als ik echt gezond ouder word en misschien iets minder intensief ga trainen als ik iets ouder word. Of er gebeurt een keer iets. Dan wil je toch helemaal, als je ouder wordt, hè, de kans op ziektes toeneemt. Met name kanker tegenwoordig ook. Wat heel erg te maken heeft natuurlijk met celdeling, zou je kunnen zeggen. Hey, als ik minder kans wil hebben op dat ik kanker krijg of andere ziektes die met ouderdom ook nog erger worden. Moet ik niet overstappen naar een radicaler protocol? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Kijk...
veel van het onderzoek van vasten naar kanker staat echt nog in de kinderschoenen. Ja. Dat is dus iets wat ik heel erg benadruk. Ik hou mezelf ook niet bezig met ziektegenezing. Ik ben leefstijladviseur, gezondheidsexpert. Ik hou me aan de andere kant van het spectrum bezig. Het voorkomen dat het gebeurt. En je kunt nooit een garantie geven dat wanneer je gaat vasten, dat je daarmee voorkomt. Dat je diabetes, hart- en vaatziekte, kanker, Alzheimer krijgt. Dat kun je nooit één op één zo voorspellen. Nee, het is maar de kans. Het gaat om toch... Ja, ik kan nooit zeggen één statistisch, op één. Maar, ja. Als ik naar jou kijk en als ik jou een beetje ken, dan weet ik dat jouw leefstijl in zijn algemeenheid gezond, gebalanceerd is. Je eet goed, je sport. Ja. Dan heb je daar eigenlijk al het grootste deel te pakken. Voor mensen die kampen met het grip krijgen op hun gezondheid, is dat wel een goed alternatief. En zeker, je kunt er altijd nog meer aan doen. Ook iemand die al gezond is. Maar je moet natuurlijk ook niet doorslaan in het geheel. Life is more than intermittent fasting. En wat ik zeker ook gezegd wil hebben hier is, niemand moet vasten. Er moet altijd een aanleiding zijn. En daarom, wat ik eerder ook zei, weet altijd als je wilt starten met vasten, waarom wil ik gaan vasten? Als er geen aanleiding is, gaat het je niet lukken. Nee. En weet je, mensen zijn natuurlijk vaak op zoek naar afvallen, inderdaad, zoals jij ook in het begin. Ja. Ik wil gewoon over het strand lopen, trots zijn op mezelf. Natuurlijk wil ik energieker zijn. Het begint vaak toch ook met een uiterlijk plaatje. Helemaal in de huidige Instagram tijdperk. Dat was toen nog niet. Dat was toen nog niet. Maar ik was vrij gezellig. Ja, maar je ziet het. Ja, oh ja, dat helpt ook natuurlijk. Hele goede stok achter de deur. Voor heel veel mensen uiteraard. Maar ik doe het gewoon om me fit te willen voelen. En ik wil dat effect ook voelen. Dus ik ga het doen. Ik ga langer dan 2 weken proberen bij deze. Maar daarnaast zijn er natuurlijk wel mensen die willen afvallen. Het gaat er denk ik over, ook voornamelijk mindset technisch. Kun je het volhouden? Is dit te doen? Dus heb je, om daarmee af te sluiten, heb je een advies voor mensen die denken van, hey, dit is iets voor mij, maar kan ik het wel? Ja, verdiep je in het vasten aan zich. Weet waarom je het wil doen ten eerste. Verdiep je in de eventuele complicaties die kunnen optreden. En hanteer een opbouwprotocol. Je kunt het jezelf niet makkelijker maken dan gewoon een opbouwprotocol te hanteren. Neem je ontbijt in eerste instantie om 9 uur, 2 dagen, 9:30, 2 dagen. En bouw het zo verder uit op 12 uur. En misschien lukt het je wel om een keer de 24 uur te raken. Maar weet je, spring niet in het diepe. Ga niet te snel van start. Verdieping en rustig opbouw. En hoe lang duurt die opbouw? Ja, je kunt binnen 1 week tot 10 dagen kun je al makkelijk aan 16 uur nuchter zijn. En dat gaat sneller en makkelijker dan je denkt. Rustig opbouw, hele goede tip, vind ik ook. Ik duik ook vaak radicaal ergens in. Misschien is dit verstandiger. Ja, moet je nog op speciale aspecten van voeding letten? Of kun je gewoon zo eten zoals je normaal gewend bent? Het is natuurlijk enigszins gezond. Ik denk dat goed eten altijd, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar goed eten is de basis van vasten. Leer eerst goed eten. Leer wat voor jou nutritious is en delicious. Dat is een magische combinatie. Als het nutritious is, voedzaam, dan voedt het je ook. Hè? En als het delicious is natuurlijk, dan kun je dat ook op de lange termijn blijven volhouden. Die combinatie is magisch. Leer eerst wat goed eten inhoudt voor jou. En van daaruit ga je pas met je vaste reis aan de slag. Een veelgemaakte fout is namelijk dat mensen gaan vasten. Ja. En dat ze dan opeens alleen nog maar crackers en sla gaan eten. Dus ze gaan ook nog eens onder eten. Ze doen eigenlijk 2 dingen tegelijk. En dan raakt het lichaam wel in de stress. Precies. Je moet wel gewoon goed blijven eten in, absoluut, in dat window. Absoluut. Niet daarin doorzetten. Het is geen vrijbrief om dan maar pizza enzovoort te hele dag ik mag nu 8 uur lang pizza eten en nee, chips. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Volgens mij is het jammer, moet maar eens even een afspraak gaan maken, vriend. Ja, laten we dat doen. Oké, dan heb je dat gedaan. Dan ga je over op het protocol 16-8 of misschien 2-5. Dat zijn dan 2 dagen, 5 dagen. Ja. 16-8, naar wat gelang voor jou werkt. Ja. Wat jij vol kan houden. En jij zegt dan eigenlijk, dat doe je om het samen te vatten, misschien 2 keer per jaar in periodes van 6 tot 8 weken, zoals je het zelf doet. Exact. En daarbuitenom kun je dat weer even loslaten. Maar je moet al wel weer in je hoofd hebben, dit gaan we weer doen in een bepaalde periode. Ja, je kunt dat heel strategisch gewoon plannen. Voor veel mensen psychologisch, het begin van het jaar bijvoorbeeld. Ja. En dan weer na de zomervakantie in september. Dan hebben we vaak touwtjes een beetje laten vieren. Mm-hmm. En dan kun je het gewoon weer oppakken. Dan zit je al op 2 keer in het jaar. Heel goed. Dus eigenlijk, voor mij gaat het denk ik ook om dat effect voelen. En ik denk niet dat ik dan... Ja, het effect wat ik gevoeld heb is die eerste 2 weken. Maar het effect daarna voelen wat het met je lichaam doet. Ja. Dat heeft voor jou heel veel gebracht, zeg je. Ja. Voor je cliënten waarschijnlijk ook. En dat staat beschreven in jouw boek, De Vaste Methode. Yes. Ja? Voor alle luisteraars. Wil je meer weten?
Check het boek van Samefco. En ongetwijfeld heb je ook een website die erbij hoort. Of zijn ja. Instagram. Ja, Instagram dr.ludidi. dr.ludidi. En de website is drludidi.com. drludidi.com. Mooi. Ik vind dat je het goed kan uitleggen. Heel helder verwoord. Er is mij niks anders om daar ook mee aan de slag te gaan, vrees ik. Nee, dat wordt mooi. Bedankt, Samefco. Altijd graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag er even verder, zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.